De crafters van de waterkant staan per vandaag tijdelijk op een nieuwe locatie. In het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, wordt de waterkant heringericht. De werkzaamheden houden in het vernieuwen van de rioleringen, het plaatsen van straatmeubilair, het bestraten van de waterkant en het plaatsen van verlichting en het vergroenen van de plek. Natasja Deul, programcoördinator van PURP, legt uit waarom het belangrijk is dat de crafters worden verhuisd. Marian Sabayo, voorzitter van de craftersorganisatie, geeft aan dat de groep uit 17 crafters bestaat. De verhuizing begon afgelopen woensdag. Omdat wij over een maandje beginnen met de renovaties aan de waterkant. Het is een heel lang proces geweest, omdat wij volgens de IDB guidelines voor de environmental en social policies een heel traject moesten afleggen. We moesten niet alleen de crafters en de food vendors interviewen, zo goed als mogelijk accommoderen, maar ook onderhandelen voor een nieuwe locatie. Hoe worden ze gecompenseerd? Als ze gecompenseerd worden, zijn het financiële compensaties? Is het institutionele versterking, etc. En we zijn eindelijk vandaag hier om deze nieuwe plek voor de tijdelijke, als de tijdelijke plek voor de crafters te openen. Ik zal niet zeggen dat we tevreden zijn en ontevreden zijn, maar ik zeg altijd, we zijn een never give up crew. En dankzij de mensen van PURP, ILACO en al de anderen, staan we vandaag hier met de crafters dus. En we zijn toch best wel tevreden. Het is niet hoe het wezen moet, maar we gaan gewoon lekker verder met onze werk, want het is onze job. En de crafters leven echt hiervan. En de meeste zijn alleenstaande vrouwen. En ik als de leidinggevende is niet makkelijk. Maar ik zeg, we gaan door. Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, zegt tevreden te zijn met dit moment dat lang op zich heeft laten wachten. Burgervader onderstreept dat na 3 jaar samenwerking er eindelijk werk van gemaakt kan worden. Een van onze zorgpunten was altijd natuurlijk de verwaarloosde waterkant. En ieder van u heeft een bijzondere binding ook met de waterkant. Zo ook ik. Dus toen wij dit project hebben geïnitieerd, toen dacht ik, ha, eindelijk. Eindelijk zullen we bevrijd zijn van een stukje verwaarlozing, verloedering, waarbij mensen op een gegeven moment de waterkant vermijden. Dat heeft geleid tot inkomstenderving van de food vendors, maar ook natuurlijk van onze crafters. Crafters zijn heel belangrijk voor Suriname. Waarom? Zij uiten een stukje historische cultuur. Ja? En ik ben heel blij, het is al gezegd, dat de mensen tevreden zijn. Het heeft wel even geduurd, eerlijkheidshalve moet ik dat erbij zeggen. Dat ook de crafters en de foodvenders, dat zijn de mensen die eten en drinken verkopen, dat die mensen voldoende zijn gecompenseerd. Directeur van cultuur Dwight Warsodikromo kijkt uit naar de rehabilitatie van de waterkant en stelde het geduld van de crafters zeer op prijs. De werkzaamheden beginnen over een maand.